In de kassen op het dak van Hogeschool van Hal Larenstein in Leeuwarden werkt sinds kort Berend de Farmbot. Hij geeft onder meer water, zaait en biedt onkruid. Berend kan in de toekomst het leven van de boer wat makkelijker maken, omdat Berend iets kan wat wij mensen niet altijd kunnen. En dat is 24 uur per dag voor de planten zorgen. Dus wanneer er behoefte is aan water, water toevoegen, wanneer de onkruid opkomt, meteen onderbrengen. En ik denk dat daar een hele slag te halen is. De Farmbot, met de door studenten gekozen naam Berend, is de eerste zelfstandige open source landbouwmachine ter wereld. Het meest interessante aan deze robot is dat hij plant specifiek de plant kan behandelen. Dus je kunt, zoals hier achter, de hele bak water geven. Maar als maar drie planten water nodig hebben, dan kun je alleen die drie planten water geven. En dat geldt ook voor voeding of oogsten. Niet alle planten zijn op hetzelfde tijdstip oogstrijp. En door op deze manier te telen, zouden ook verschillende planten naast elkaar kunnen staan. Waardoor je een vlinderbloemige naast een andere plant kan staan. En de vlinderbloemige die bindt stikstof. En een andere plant die neemt het weer op. Op deze manier heb je wisselteelt in één jaar. Hoef je niet alle jaren te wisselen, maar kan het steeds in dezelfde bak blijven. Dat is het idee erachter. Op zaterdag 17 februari kan iedereen Berend de Farmbot in actie zien tijdens de open dag van Hal Larenstein.